Fijn dat je luistert naar deze korte versie van Door de Bijbel. In 240 afleveringen neemt Joost Bastiaans je mee op reis langs alle verhalen uit het Nieuwe Testament. Openbaring 14. Pauze en blik op de toekomst. Terwijl we door de dagen van de verdrukking heen lopen, vervolgt Johannes zijn verhaal zoals dat voor zich voor zijn ogen afspeelt. Dit hoofdstuk bevat een blik in de toekomst, maar met speciaal publiek in het achterhoofd. In openbaring 14 lezen we een boodschap aan hen die dagelijks in gevecht zijn met Satan en zijn handlangers. Zal dat voor ons gunstig aflopen? Ja, zegt Johannes. Jullie zullen lastig gevallen worden en geofferd als schapen, maar jullie offer zal niet zonder betekenis zijn. Hoe komen Gods kinderen door deze periode als ze weigeren om het merkteken van het beest te ontvangen? Wat gaat er met de twee beesten gebeuren? De twee beesten zijn nog maar de helft van het verhaal. Johannes laat nu de andere kant van het verhaal zien. En dat is het zegevieren van het Lam en zijn volgelingen. Hij beschrijft dit zo reëel dat je denkt dat dit al gebeurd is. Dit is wat er gaat gebeuren. De herder staat op de berg Sion met 144.000 schapen. Hij maakt zichzelf bekend als het Lam. En nee, hij heeft geen enkel schaap verloren. Het Lam heeft het laatste woord en niet de twee beesten. Babylon, die grote politieke, commerciële en religieuze hoofdstad van de wereld, zal vallen. De volgelingen van het beest zullen geoordeeld worden. Vele van Jezus' volgelingen zullen voor hem sterven. Maar het staat vast. Dat ze zullen winnen. Dan komt er een stem uit de hemel. Het leek op het geluid van de zee of van de donder. De stem leek op muziek. Er werd een nieuw lied gezongen, zoals alle mensen kunnen zingen die gered zijn. Terwijl het zedeloze gedrag als een virus om zich heen greep, zijn deze 144.000 altijd trouw gebleven. Ze weigerden de leugens van het beest te geloven. Johannes zag een engel in de rij met de zes andere engelen. Ze vlogen in de lucht en riepen: Heb ontzag voor God en eer hem, want het moment is gekomen dat hij gaat rechtspreken. Dit is Gods laatste waarschuwing aan de wereld. Een andere engel verkondigt de val van Babylon, de bron van alle valse religie. Een derde engel roept luid dat iedereen die het merkteken van het beest heeft, onder Gods wraak zal vallen. Heel veel gelovigen hebben hun leven voor Christus al verloren. Maar bij wat er nu gaat gebeuren, zou je jezelf liever dood wensen dan te leven. Ze zullen uiteindelijk mogen rusten van hun ellende. Hun werken zullen hun volgen en de Heer zal hun belonen voor hun trouw, geduld en goede werken. En dan ziet Johannes iets heel spectaculairs: hij zag een witte wolk en op die wolk zat de mensenzoon, de Heer Jezus Christus zelf. Hij had een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Dit is onze Heer Jezus, de held van openbaring. En de Engel roept luid: Het is oogsttijd. En de Heer maait met zijn sikkel de hele aarde in één zwaai. Het Oude Testament sprak hierover als de dag van de Heer. De Engel verzamelde alle mensen op aarde die door God in zijn drijvenpers geoordeeld zouden worden. In de dagen van Jezaja werden de druiven met blote voeten uitgeperst in een perskuip. Het rode sap verkleurde de kleding. In dit beeld heeft de Hide Jezus bloed zijn prachtige kleding. Het leek alsof hij in een druivenpers had gestaan. Toen Christus de eerste keer kwam, vergroot hij zijn bloed voor alle mensen. Sommigen wezen dat af. Maar nu staat hij op de goddelozen en hun bloed wat nu vloeit. Met deze beelden van de toekomst in gedachten gaat Johannes het eindoordeel aankondigen. Dit zal leiden naar Christus' glorieuze terugkomst en ook het einde maken aan de verdrukking op Aarde. Bedankt voor het luisteren naar deze korte versie van Door de Bijbel. Als je je abonneert op deze podcast kun je alle afleveringen gratis beluisteren, waar en wanneer je wilt. En wil je nog meer horen? De uitgebreidere afleveringen van Door de Bijbel zijn ook gratis te beluisteren. Ga naar www.nl.